Als iets ook leuk is aan de Efteling, dan is het wel mensen kijken. Jong, oud, dik, dun, blank, zwart. De een wat extravaganter dan de ander. En soms ook verkleed. Jullie hadden toch wel begrepen dat er geen verklede mensen meer in de Efteling mogen, hè? Helaas sinds vanmorgen inderdaad niet meer inderdaad schijnbaar op televisie. Maar jullie zijn er nog tussen gekslipt, begrijp ik. Het kon nog net schijnbaar. Ja. Dit bruidspaar is het probleem niet. Maar zij wel. Raquel van Son uit Den Bosch, ijskoningin. Ze is een cosplayer. Iemand die zich voor de lol extravagant verkleedt. De Efteling was een fijne plek om samen te komen. En we hebben het eigenlijk heel erg leuk gehad en het werd ook allemaal heel positief ontvangen. En zelfs de mensen vonden het leuk, de eigenaar van de Efteling vond het leuk, zelfs de beveiliging vond ons heel erg leuk. Wat is nou eigenlijk het probleem? Het probleem is dat ons eigen Efteling Entertainment is opgeleid op een Eftelingse manier te betoveren. Dat kunnen we van andere gasten die verkleed zijn natuurlijk niet verwachten. Dus als zij even zin hebben om een sigaretje te roken op een terrasje of een frietje te gaan staan eten of misschien geen zin hebben om op de foto te gaan, dan is dat verwarrend voor bezoekers omdat ze denken dat die mensen misschien bij de Efteling horen. Maar hoe zit het dan met dit prinsesje? Mag dit dan ook niet meer? Ja, natuurlijk. Vooral verklede kinderen zijn van harte welkom in het park. Het past ook bij de Efteling, sprookjes, een sprookjesachtige sfeer. Het draagt alleen maar bij in de gezelligheid. Dus juist, trek je kabouter of je drakenpak aan, graag. Maar voor cosplayers als Raquel is het afgelopen. De ijskoningin komt de Efteling niet meer in. Nee, ik denk het niet, want ja, ik wil toch wel graag een leuke dag hebben. En er wordt ook gespeculeerd dat de Efteling ook het geld niet teruggeeft als je binnen bent en je wordt eruit gezet. Dus dat risico willen we liever niet lopen. Dus ja, dan maar in gewone kleding.